Weet je nog hoe het 20 jaar geleden was? Als je al een mobieltje had, dan was het vooral om mee te bellen. Nu heb je Face ID op je smartphone, je betaalt met dat ding bij de supermarkt. En heb je nog iets nodig, maar ben je het vergeten? Vanavond om 11 uur, online besteld, is morgen in huis. Digitalisering heeft grote impact, ook in onderzoek en onderwijs. Studenten van over de hele wereld werken samen of volgen vakken bij verschillende universiteiten. En ook onderzoekers weten elkaar te vinden voor het verzamelen en delen van data. En de digitale transitie raast maar door. En waar sta jij? Hoe staat het bijvoorbeeld met je digitale identiteit? Hoe weet je of je privacy gerespecteerd wordt als je online bent? Het is belangrijk om daar goed over na te denken. Met andere woorden, hoe beschermen we privacy en andere publieke waarden te midden van al het gemak dat technologie ons biedt? Digitale identiteit, inloggen, toegang, dat is eigenlijk de basis voor alles wat je in de digitale wereld doet. En eigenlijk kan je digitale identiteit als de kroonjuwelen zien. Nou, het is belangrijk om daar controle op te hebben als sector. En dat is gewoon heel goed om dat samen te doen, want samen sta je ook sterker om die afspraken te maken. Nou, als voorbeeld, als je kijkt naar contentleveranciers, daar delen we heel weinig informatie over iemand. Alleen dat iemand toegang heeft. Maar als je wil samenwerken, dan wil je juist wel zekerheid over de mensen met wie je samenwerkt. Dus dan deel je bijvoorbeeld de naam of een e-mailadres. En als laatste is het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot die sectorvoorziening. Dus tot die inlogmogelijkheden. Zowel instellingen die in onderwijs en onderzoek actief zijn, als leveranciers die hun diensten willen aanbieden aan de sector. Daar maak je met elkaar afspraken over. Iedereen mag toegang krijgen, het is voor iedereen toegankelijk, maar wel op de manier die wij als sector hebben afgesproken. De digitale ontwikkelingen gaan intussen door. Wat we vandaag nog makkelijk en nuttig vinden, is morgen misschien al achterhaald. Dat biedt kansen, maar we moeten ook oog hebben voor de risico's. Hoe kijkt de sector naar de toekomst? Als sector hebben we een stip op de horizon. Dat is dat onze studenten en medewerkers kunnen beschikken over hun eigen identiteit. Nu is dat nog een controle die ligt bij de universiteiten, maar het is een opmaat naar de self-sovereign identities. Door gebruik te maken van open standaarden hebben we keuzevrijheid in leveranciers. En een exit-strategie om afscheid te nemen van een leverancier en over te stappen naar een andere leverancier. Zonder dat de identiteiten van onze studenten en medewerkers bij die leverancier blijven. Dat is iets om trots op te zijn en kan als voorbeeld dienen voor andere diensten die we ontwikkelen of afnemen van de markt. Hoe meer we gebruik maken van technologie, hoe meer studenten afhankelijk worden van hardware, software, connectiviteit en digitale vaardigheden. Is dat erg? Nee, maar je wilt wel een omgeving bieden waarin studenten vrij kunnen bewegen, waarin ze zijpaden kunnen inslaan en weer terug kunnen komen zonder dat dat impact heeft buiten de onderwijscontext. Ik vind het heel fijn dat als ik eenmaal ben ingelogd op de universiteitsomgeving, dat ik gewoon veilig onderzoek kan doen. Dus alle bronnen kan opzoeken die ik wil en alles bij elkaar kan voegen wat ik interessant vind. En ik verwacht van de universiteit dat ze veilig met mijn gegevens omgaan. En dat mijn inloggegevens of al mijn andere persoonlijke gegevens, dat die niet worden gedeeld met derden. Eigenlijk net zoals andere overheidsinstellingen. Want alles wat je doet op de universiteit is hartstikke belangrijk. En ook je eigen persoonlijke gegevens zijn van jou en niet per se van anderen. Het mag duidelijk zijn. Digitalisering vormt en hervormt de maatschappij. En dat gaat hard. En dat is niet erg, zolang je maar aan het stuur zit. Alleen, aan het stuur zitten, dat is één. Maar aan het stuur blijven, daar moeten we samen aan blijven werken.